Verkeerd gebruik van de sauna is de mogelijke oorzaak van de brand in sportschool Sport City. Brandbare olie op de hete stenen zouden mogelijk een steekvlam hebben veroorzaakt. Ondanks de indringende rookgeur heeft de sportschool de deuren wel geopend voor de fanatieke sporters. Belde vanochtend of ze open waren. Ze waren open, dus nee, hebben geen probleem. En die rooklucht, dat deert je niet? Nee, heb ik geen last van. Het is vrijgegeven door de brandweer. We hebben dat goed gevraagd en het is veilig. Dus we zijn blij dat we open zijn. De sauna is compleet uitgebrand, wat het onderzoek naar de ware toedracht moeilijk maakt. Maar er is wel een sterk vermoeden. Wat we uit de verhalen een beetje kunnen opmaken, is dat er iets op de sauna is gegooid en dat er toen een steekvlam is ontstaan. En ja, dat is groter en groter geworden. Maar als je olie op een saunasteen gooit, dan moet het toch nog wel goed gaan? Ja, als je echt saunaolie erop gooit, gaat het goed. Maar als er iets brandbaars, en er zijn natuurlijk heel veel geurolieën die wel brandbaar zijn, als dat erop komt, ja, dan gaat het mis. En dat is nu een beetje het vermoeden. En zometeen nog even lekker de sauna in? Nee, die sla ik even over. Maar we willen even onder de zonnebank. In de Nassaustraat gaan we even binnenkijken bij Levi. Levi is de jongste ondernemer van Haarlem, 14 jaar. En hij heeft een winkel met niet alleen koffie, maar heel veel spannende dingen. Gaan we even mee naar binnen kijken? Bijna 3 maanden zit jij hier al in de Nassaustraat. Hoe ben je op het idee gekomen om een antiekzaak te beginnen met koffie en taart? Omdat ik vroeger altijd, toen ik heel klein was, had ik een winkeltje. En daar verkoopte ik het, op Koninginnedag zijn begonnen. En toen verkocht ik allemaal kleine dingetjes, spulletjes en zo. En toen is het groter en groter, steeds meer. En toen is het zo ontstaan. Maar je begint niet zomaar een eigen winkel op je 14e. Moet je niet naar school? Ik moet nog wel naar school. Ik ga 2 dagen per week, drie dagen per week ga ik naar school en 2 dagen per week loop ik hier dan stage. En je doet het samen met je vader? Ja. En de rest van de tijd ben je op zoek naar nieuwe spullen, naar oude spullen moet ik eigenlijk zeggen. Oude spullen, nee, het zijn geen nieuwe spullen. Hoe is dat gekomen? Hoe doe je dat? Want je gaat dan naar antiekwinkel? En naar markten en naar mensen thuis, oude mensen die nog op gulden hebben liggen en zo. Dus dat is dan, daar haal je het een beetje vandaan. Jij hebt oog voor mooie vondsten. Wat is nou jouw mooiste vondst wat je hier in de winkel hebt staan dat je denkt van, dat vind ik hartstikke gaaf, dat heb ik in mijn winkel en daar ben ik trots op? Een L, best wel een leuke L. En hij is bruin en hij staat daar. Waar heb je hem gevonden? Op een veiling. Wat onderscheidt jou als jongste ondernemer van de rest van Haarlem, als dit winkeltje? Dat het mijn passie en mijn hobby is en dat het gewoon leuk is. Want je maakt 3 mensen eigenlijk blij. De eerste, de middelste, dat ben jij zelf. En de laatste, die maak je blij dat je het gekocht hebt. En dat het gewoon gezellig is en de sfeer is goed. En kom gezellig een keer langs. Dat doen we zeker. Dankjewel, top. Graag gedaan. Met het toevoegen van een emmertje op aan een dampende ketel met het Tulpmonia bier werd door Esther Brasser van Haarlem Marketing en Anne de Meester, directeur van het Frans Hals Museum, donderdag in de Jopenkerk het startschot gegeven van de Tulpmonia Tour. Geïnspireerd door de tulpengekte in de Gouden Eeuw zijn er Tulpmonia tentoonstellingen in het Frans Hals Museum en in de Keukenhof. Met de nieuwe buslijn van Arriva kunnen bezoekers van Haarlem naar de Keukenhof. Vanuit Haarlem Marketing zijn we de trotse Haarlemmer olie die samen met deze partijen dit prachtige product hebben neergezet. Voor de nationale bezoeker en voor de internationale bezoeker willen we de eerste voorkeursdestinatie zijn voor of tijdens of na hun bezoek aan onze hoofdstad. Mooi om hier dan vandaag te zijn en te horen dat de programma's draaien. En nog veel mooier om te zien dat het niet alleen een programma is wat bestaat uit publiciteit en PR. Maar dat er ook al hele praktische zaken zijn geregeld. Een aantal grote incoming tour operators zijn aanwezig. Arriva is ermee bezig. En dat betekent dat dit niet een leuk idee is waarvan we moeten gaan kijken of dat aanslaat. Dit is nou gewoon een aftrap voor iets wat in de komende jaren heel veel groter wordt. Hè. We moeten het seizoen nog gaan draaien. Over een paar weken gaat Keukenhof open. Maar we weten op voorhand al dat hier iets geboren wordt, is vandaag wat in de komende jaren echt een succes gaat worden. Een gezellig avondje uit voor een meisje van 17 uit Heemstede loopt heel naar af.
Ze wordt door iemand op een bromfiets in haar nek gestoken. In het RTV Noord-Holland-programma Bureau NH doet ze haar verhaal. Het meisje fietst op 23 december van Serious Request Haarlem naar huis als er op de glipperdreef een scooterrijder naast haar komt rijden om de weg te vragen. En toen vroeg hij of ik misschien wist waar de zonestraat of de zonnestraat was. Maar ik had er echt nog nooit van gehoord. Dus ik zei dat ik het niet wist en dat het me speet. En toen zei hij iets van, ah joh, dat kun jij ook niet weten. En toen wilde hij wegdraaien. En toen was ik op dat moment al naar voren aan het kijken om door te fietsen. En toen zag ik opeens uit mijn ooghoeken dat hij met zijn arm naar mijn hals ging. En toen, voordat ik het wist, was hij weer weggereden. En toen ik doorfietste, toen merkte ik pas dat het aan het prikken was en dat het heel erg aan het bloeden was. Pas thuis heeft ze in de gaten hoe ernstig haar verwondingen zijn. De arts zei zelf ook dat ik heel erg geluk had dat hij oppervlakkig was, omdat hij over mijn slagader heen loopt. Sinds de aanval durft het slachtoffer niet meer 's avonds de deur uit. De politie is op zoek naar aanwijzingen. Halverwege de jaren 90 bracht Gotcha voor het laatste album uit. Nu zijn ze weer helemaal terug van weg geweest met het nieuwe album Back to the Moon. Reden voor een feestje. Eigenlijk in 2010 toen hebben we een comeback gedaan en het heet Reunion Tour. En daar hebben we tot 2010, 2011 hebben we kernpodia's in Nederland, optredens. En het ging hartstikke echt helemaal super. Toen is een beetje het ontstaan van hey, we willen eigenlijk wel ja, verder. Dus toen is het ook het idee ontstaan voor een plaat, een nieuwe plaat. En 3 jaar later is die af. En hoe is het om weer met z'n allen op het podium te staan? Ja, fantastisch. Het is echt een privilege. Als je na zo 20 jaar later gewoon met dezelfde groep en eigenlijk nog prettiger bij elkaar bent. Beter speelt ook, want je bent ook beter geworden. En, ja, het is gewoon heel erg tof. Ik vind het een hele goede band. Ja, helemaal goede muziek. De groei is steeds meer erin en het is gewoon één grote eenheid. En het geeft gewoon een heel goed gevoel. Het is gewoon een feestje.